voor de Master Serious Gaming gekozen, omdat ik het heel erg interessant vind hoe je spelelementen in leersituaties in kunt voegen. Ik heb voor deze master gekozen omdat ik op jonge leeftijd al geïnteresseerd was in technologie. En tijdens mijn HBO-studie ontdekte ik dat ik zorgtechnologie erg leuk vond. I finished my bachelor in tourism management last year here at NHL Stendon. And I didn't feel like I was done yet. So I kind of wanted to go a step further and get a little bit more perspective on the event and leisure industry as well. I can further develop myself, get different insights and perspective, but most of all I get more opportunities for the future. Ik leer op deze master vooral hoe doe je nou onderzoek? Wat is het probleem? Waar ga je nou dieper op in? En ik heb nu veel meer vrijheid dan ik dat in mijn bachelor had en dat vind ik zelf heel erg fijn. Ik ben momenteel aan het solliciteren voor een baan binnen de zorg en ik hoop door middel van deze master dat ik echt een bijdrage kan leveren aan deze sector. I recommend others to do a master after their bachelor to get a step further and to just develop themselves more, but also to get a deeper insight in the area and the industry so they can choose what they really want. Nou, een master doen, dat geeft je heel veel verbreding of juist verdieping, dat is maar net wat je zoekt. Ja, als je dus wel echt kiest voor een master, dan heb je in ieder geval zekerheid dat je veel beter weet wat je nou aan het doen bent. En dat is, vind ik, heel erg leuk.